Frank de Boer, Ajax is naar een lange reis aangekomen in Brazilië. Wat zijn je eerste indrukken? Nou ja, in ieder geval dat het hotel goed is, dat onze kok aanwezig is en dat we een heel goed trainingsveld hebben. Ik denk dat dat misschien nog wel het allerbelangrijkste is. Precies, wat voor een indruk maakt het land en deze stad op jou? Ja, groot, immens. Het is een metropool, volgens mij hebben ze 18 miljoen mensen. We hebben van bovenaf wat kunnen zien. Voor de rest hebben we alleen nog maar in het hotel gezeten en even met de bus van het hotel naar het stadion. Maar ja, heel veel hoogbouw. Ja, met de bus zei je net. Wat is er eigenlijk met die bus? Nou, volgens mij, ik dacht in eerste instantie dat hij een soort vuilnisbak raakte. Maar toen bleek het later volgens mij gewoon een zwart autootje te zijn. En hij is gewoon doorgereden. Ik weet niet of dat normaal is hier of het een slechte buurt was waar je niet moet stoppen of zo. Maar het hoort er in ieder geval niet zo volgens mij. Jullie bus ziet er nu een beetje gehavend uit. Ja, ik heb het zelf nog niet gezien in ieder geval, maar het was een krap bochtje en er zat nog iemand tussen volgens mij. Tijdens het trainingskamp wil je een goede basis leggen voor de tweede seizoenshelft. Wat zijn concreet gezien jouw doelen? Nou ja, in ieder geval dat we natuurlijk fit aan de start van de tweede helft beginnen. En daarnaast ook gewoon het groepsproces, dat we dat nog dichter bij elkaar laten komen. De homogeniteit binnen zo'n groep, het besef. Wat het allemaal inhoudt, daar probeer je ja, door praatsessies ook, maar ook in het veld. Bepaalde combinaties die je gaat trainen, om dat proberen zo goed mogelijk uit te laten voeren. Want de afgelopen maanden heb je door heel veel blessures natuurlijk niet met dezelfde samenstelling kunnen werken. Nee, zeker. En hier de omstandigheden waren natuurlijk ook niet ideaal altijd bij ons. En nu heb je hele goede omstandigheden en je kan in alle rust je voorbereiden op de tweede helft van het seizoen. Er zijn veel jongens teruggekomen. Heb je het gevoel dat je weer kunt gaan bouwen aan iets moois? Ja, nee. Ik heb al gezegd dat we gewoon om het kampioenschap moeten meedoen. En dan is het alleen maar lekker dat je ja, zoveel keuzes hebt in ieder geval. Dus hier hard tegenaan om te zorgen dat er een vliegende start zal zijn? Ja, maar je weet gewoon dat de eerste wedstrijd in de competitie in ieder geval cruciaal is. Als je daar 3 punten pakt in Alkmaar, ja, dan doe je volop mee. Dus dat zal ons doel zijn. Wat denk je van het weer hier? Ja, tot nog toe was het denk ik vandaag was het uitzonderlijk goed. Met een beetje bewolking, een temperatuur van denk ik 27 graden. En een fantastisch veld, dus het kon vandaag niet beter. Laten we hopen dat het zo blijft. Verrassendwijs hebben we het droog gehouden. Ja, ik weet wel dat volgens mij is er iemand dat het altijd wel even regent op een dag. We hebben het vandaag droog. Het had wel even gemogen hoor. Het veld hadden ze niet gesproeid, maar het ziet er nog even goed heel goed uit, dus we hadden niet echt heel veel hinder bij, maar een gesproeid veldje is natuurlijk het allermooiste.